We staan hier voor de gevel van het Hof van Busleiden, de woonplaats van Hieronymus van Busleiden aan het begin van de 16e eeuw. Hier ontving hij verschillende van de grootste humanisten van zijn tijd, waaronder Erasmus en Thomas More. En ik ga nu op zoek naar een aantal sporen van die heel bijzondere vriendschap. Dat is een van de mooiste stukken die we nog van Busleiden hebben. Het is zijn doktersbul in de beide rechten. Het document is natuurlijk op het fijnste perkament gemaakt. Hè. When I see Hieronymus, that they were somehow thinking of their friend in Mechelen, Hieronymus van Busleiden. So it's a great ferment yeah. of the exchange of knowledge. And these portraits that Absolutely. It's crossing boundaries. Yeah. It's a great piece. Kwamen Erasmus en Thomas More hier graag? We kunnen veronderstellen dat onze Hieronymus best wel een goede tafel voerde, zoals dat heet in die tijd. Met deze residentie drukt Hieronymus eigenlijk zijn sociale ambities uit en laat hij het voorkomen dat hij inderdaad tot die hoogste hofkringen behoort.